Dan hebben we nog een hele leuke vraag van René. Het zijn trouwens allemaal leuke vragen, maar deze vind ik wel heel erg interessant. Hoe zit het met de producten die in verschillende maten verkrijgbaar zijn? Dus we hebben het over een webwinkel. Ik heb bijvoorbeeld een messenserie, de Wüsthof Classic, en heb voor die serie een uitgebreide tekst over die messenserie gemaakt. Dus wij even voorstellen, we hebben een grote serie met een hoop messen daarin. En hij heeft één mooie tekst gemaakt voor die serie. Dus die serie, dat is de Wüsthof Classic. Daar is een mooie tekst voor gemaakt. Maar deze serie heeft 30 messen. En alle messen krijgen dus die tekst. Uiteraard hebben ze wel als begin van de tekst elk twee unieke zinnen over het soort mes. Is dit erg? Voor de klanten lijkt me dit de beste oplossing. Want als ze via Google op zo'n pagina komen, krijgen ze gelijk alle informatie die ze nodig hebben. Nou. De laatste zin, die is heel erg belangrijk. Voor de klanten lijkt me dit de beste oplossing. Als jij denkt dat iets voor de klanten de beste oplossing is, dan moet je dat doen, ongeacht of dat je vindt of denkt dat Google dat niet vindt. Dus we vergeten Google daarin. Dat is sowieso mijn advies. Doe niks voor Google, maar doe het alles voor je bezoekers. Dus als jij vindt dat het gebruiksvriendelijker is voor je bezoekers, dan zorg je dat je dat, dan doe je dat gewoon. Dan komt de vraag: is dat ook daadwerkelijk gebruiksvriendelijker voor je bezoekers? Ik denk inderdaad van wel, ja, dat je een klein stukje over het mes zelf zegt. En daaronder uit welke serie die komt. Dat lijkt me heel gebruiksvriendelijk. En dan komt wel het punt: wat is nou duplicate content? En krijg je daar duplicate content mee? Nou, wat ik zou doen in dit geval. Ik zou een uitgebreide pagina schrijven, een categoriepagina is dat meestal, waarop je uitgebreid een tekst maakt over de Wüsthof Classic. Maar die mag echt uitgebreid zijn, dus daar leg je alles uit over die categorie, dus over die serie. Op die categoriepagina staan de verschillende messen en als je daarop klikt, krijg je het mes te zien. Krijg je een tekst over het mes, en dat zijn één of twee regels, nou dat kunnen er misschien ook wel vijf zijn, misschien kun je wat toepassingen geven waarin dat mes te gebruiken is. En daaronder geef je nog een kleine tekst over die serie, met daarbij lees meer over onze serie, over deze serie, klik hier en dan zou je ze weer terug naar de categoriepagina kunnen laten gaan, waar die grote tekst staat over die hele serie. Dan heb je dus niet op elke pagina die hele lap tekst over de serie. Je hebt wel een mooie, unieke pagina met een stuk over het mes beschreven en een klein stukje over de serie. Dus als iemand zou zoeken op serienaam plus mesnaam, dat is wel op die pagina dat die pagina ook wel hoog gaat scoren in Google. Maar je gaat niet zorgen dat je overal ellenlange teksten hebt. Willen mensen echt meer lezen over de serie, dan laat je ze op een linkje klikken en daar kunnen ze dan echt veel meer over de serie lezen. Dus dat is wat ik zou adviseren in dit geval.